Gemeente, ouderen, jongeren, gasten en iedereen die nu of op een later moment digitaal aan ons verbonden is, van harte welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant, dominee Mulder. De schriftlezing van morgen is uit Openbaringen 2, vers 1 tot en met 7. Het thema van de dienst is de Kandelaarskerk in Efeze. Mededelingen namens de kerkraad. De fysieke collecte in deze dienst is bestemd voor pastorale activiteiten, met name zending en wijkevangelisatie. De bankcollecte is voor de vaste kosten van de kerk en kunt u overmaken op de gebruikelijke en bekende wijze. We gaan nu zingen de schoolpsalm, psalm 95, vers 1 en 4. De kerkraad wenst u en jou een gezegende dienst toe. Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is, die eeuwig leeft en die nooit loslaat wat zijn hand begon. Geliefde gemeente, genade zij en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. In het gedeelte waar we vanmorgen bij stilstaan, blijkt dat de Heer Jezus duidelijk ziet wie wij zijn als kerk en uiteraard ook persoonlijk. En laten we dan met elkaar zingen uit Psalm 139, vers 1 en 14. Niets is, o oppermajesteit,
bedekt voor uw alwetendheid. Ja, doorgrond men kent mijn hart, o Heer. Is hetgeen ik denk niet tot uw eer? En wat er verder volgt. Psalm 139, vers 1 en 14. We luisteren samen naar de wil van de Heere voor ons leven, de 10 geboden. En vervolgens zingen we uit Psalm 26 het tweede vers. Beproef vrij van omhoog,
mijn hart dat voor uw oog, alwetende, steeds open lag. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, dat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. We mogen in ons gezamenlijk gebed ook weer tot de Heere gaan. Een aantal mensen noemen we in het bijzonder. We denken aan broeder Richard van Engelenhoven van de Stationstraat 64. Hij kwam thuis na een geslaagde hernia-operatie. We denken ook aan zuster Dupré Gaasbeek van de Cuneraweg 369-1. Zij is overgeplaatst naar woonzorgcentrum De Ridderhof in Amerongen voor revalidatie. We denken ook aan zuster Josien Achterberg van de Nieuweweg 98. Afgelopen week is ze geopereerd vanwege kanker. De operatie is goed verlopen en later deze maand krijgt ze de uitslag ervan. Zullen we tot de Heere gaan in ons gebed. Heere, wij zoeken uw aangezicht. Want uw aangezicht geeft vrolijkheid en licht voor alle die oprecht zijn van hart. U bent het die licht is in de duisternis van deze wereld. U bent het die met uw licht in onze harten en ook in onze gemeente wil schijnen. En we danken u, Heere, dat het samen zijn van vanmorgen een teken is van uw trouw. Van het feit dat u ons niet loslaat. Dat u ook onder ons door wilt gaan met uw werk. We danken u, Heere, voor de mogelijkheden die u geeft om hier in de kerk en ook op afstand deze dienst mee te beleven.
En wilt u ons dan een goede dienst geven? Een dienst die niet gestoord wordt. Een dienst waarin we ons echt mogen richten op uw woord. Op wat u ons te zeggen heeft. Want u bent het toch, Heere, die door uw woord en geest zelf uw kerk bewaart en vermeerdert. Heere, zegent u dan dat wat we lezen, wat we zingen, wat we met elkaar horen, wat er gesproken wordt. Dat u onze gaven zegenen die we mogen afzonderen voor uw dienst. Heere, we komen in deze duistere wereld tot u. Want wat is er veel duisternis. Als we denken aan die honderden projectielen die afgelopen nacht vanuit Iran op Israël zijn afgevuurd. Heere, wat voor wereld leven we? Ontferm u, Heere. En dank u wel dat ze eigenlijk allemaal uit de lucht geschoten zijn en dat er, voor zover we nu weten, geen doden gevallen zijn. Maar Heere, er speelt daar zoveel. En het is dan ook weer een vergeldingsactie. Onze handen schieten tekort. Maar Heere, wij bidden u, ook voor dat deel van de wereld, dat deel waar u zelf uw voeten heeft neergezet, Heer Jezus. Ontferm u, Heere. Werk met uw geest. Toon uw genade. Geef vrede, Heere. Deze wereld wil slechts strijd. En we weten, Heere, dat er pas echte vrede volmaakt komt als u komt op de wolken. Als u aan alle ellende en alle duisternis een einde maakt. We weten dat de Satan rondgaat om zijn duistere werk verder te laten gaan. Wij kijken op tot u, Heere. U de bron van licht, de bron van leven. Ontferm u, Heere, over al die mensen in deze wereld die in angst hebben geleefd afgelopen nacht. Dat is niet alleen in Israël, maar ook, Heere, in Oekraïne. En ook oorlogen, Heere, in Jemen. Die conflicten die er spelen in Congo. Heere, en ook onze broeders en zusters die vervolgd en verdrukt worden in Soedan, in Afghanistan. En we denken, Heere, ook aan Noord-Korea. En zo, Heere, al zouden we al die landen noemen op een rijtje, het zou heel veel tijd vragen. Maar we leggen het in uw handen. Want Heer, het is uw kerk, het is uw wereld. En we beleiden, Heer, dat we er zelf vaak zo'n potje van maken. Ja, ook in de kerk is het lang niet altijd geweldig. Er zijn mooie dingen, Heer, maar die komen vooral van u. We zijn dankbaar voor wat u ons geeft. We zijn dankbaar voor uw werk. En we zien uw grote trouw en daar prijzen we u voor. Maar als u ons beproeft, Heer, dan zijn er altijd dingen die niet goed zijn. Verkeerde neigingen, Heere. Onze harde harten. Onze verkeerde woorden. Dat we niet uw eer zoeken, maar onze eigen eer. Dat we niet de goede dingen voor onze naasten zoeken, maar voor onszelf. Ten koste van onze naasten. Heere, vergeef het ons. En vorm en kneed ons vanmorgen. Leer ons om uw gemeente te zijn. Neem uw kandelaar niet weg. Als we straks daarvan gaan lezen. Heer, als gemeente zijn we ook op weg. Samen met ons kerkverband naar het convent van komende zaterdag. Afgelopen donderdag mochten we gemeenteavond beleggen. We danken u daarvoor dat zo kon. Dat we met elkaar we mogen delen wat we weten, wat ons verlangen is. We leggen het bij u neer, heren. Als komende zaterdag hier de kerk vol zal zitten met leden uit alle CGK's. Gebruikt u het convent, Heere, en geef in alle leden die afgevaardigd zijn, maar ook die gewoon betrokken zijn bij de kerk, een geest van zachtmoedigheid, van wijsheid. Ook als we op weg zijn naar de generale synode en het is spannend, Heere, zegent u de voorbereidingen. Zegt u dominee van der Ree en broeder Heijstek, die daarna afgevaardigd zijn. Heere, in ons kerkgeband speelt van alles. Maar we beleiden, het is uw kerk, Heere. En geeft u dan de mensen die leiding mogen geven, wijsheid. Ook hier in onze gemeente, Heere. Ook als we deze dienst beleggen. Maar ook als we morgen een aannemingsavond hebben voor 20 belijdeniscategezanten die graag belijdenis willen doen. Dank u wel, Heere, dat u dat in hun hart gewerkt hebt. En geeft u dan ook morgen een goede avond. Verblijdt u ons met getuigenissen over uw werk in hun leven. We mogen ons ook voorbereiden op volgende week. Als broeders zullen aftreden en nieuwe broeders mogen aantreden voor de kerkenraad. Heer onze God, bouwt u uw koninkrijk.
En doe dat ook in onze Pneo-kerk. Doe dat in het hart van ons allemaal. En geef dat niemand van ons zo over te schrikken als we eenmaal voor u verschijnen. Maar zegent u onze contacten. Zegent u onze kerkdiensten. Zegent u deze dienst. En bouwt u zo uw koninkrijk. En verbreek het werk van de boze. Laat de vorst der duisternis toch niet lachen vanmorgen. Maar geef dat hij terrein verliest. Zend een engelenwacht om ons heen, Heere, om ons te beschermen. En schenk ons uw agape, uw gevende liefde, omdat wij die liefde aan elkaar zullen doorgeven. Heere, we danken u dat Richard van Engelenhoven geopereerd mocht worden. We danken u dat deze ingreep geslaagd is. Heer, het is toch altijd spannend. Het gaat wel over je lichaam. Het gaat over je mobiliteit. We danken u dat het goed verlopen is. En we bidden u, Heer, ook voor het vervolg. Dat u bij hem zijn. Met zijn gezin. Geef, Heer, dat steeds meer blijkt dat het inderdaad goed verlopen is. En dat zijn rug hem niet meer zal hinderen. Help hem zo in alles, Heer. Zegent u alstublieft ook, zuster Dupré. U weet dat zij op hoge leeftijd gekomen is, dat het herseninfarct een grote impact heeft op haar leven. We danken u voor symptomen van herstel. We bidden u of de opname in Amerongen wat goed mag zijn. Wees u bij haar zoon. En geef dat ze samen op mogen zien tot u, die als een herder zorgt, ook voor hen. We danken u, Heer, met Josien Achterberg, dat de ingreep plaats heeft gevonden. We danken u dat deze geslaagd is, dat u daarin heeft voorzien. Natuurlijk, Heer, het is nog spannend. Wat is de uitwerking precies? En wat zal de uitslag zijn? Maar wij leggen het in uw handen, vertrouwend erop dat u zorgt. Dat heeft u gedaan en dat u dat ook zult blijven doen. Heer onze God, wij noemen zo een aantal mensen in het bijzonder met dank, maar ook met zorgen. En er zijn er verschillende onder ons die hier zijn of op afstand verbonden die ook zorg in hun leven hebben. Die dankbaarheid hebben over hoe u geholpen heeft. Ziet u naar ons om, Heere. Schenk ons uw genade om vol te houden. Als we alleen zijn, of een relatie hebben, of we kinderen hebben of misschien dat juist als een gemis ervaren. Heere, u weet waar extra zorg nodig is. Ontfermt u dan zich dan over ons en werk met uw geest in onze harten, opdat wij u eren. En u dienen en gemeente zijn naar uw hart. Om Jezus wil. Amen. Jongens en meisjes, we gaan straks een brief lezen. Een brief van de Heer Jezus aan een gemeente. En het is een gemeente in Efeze. En misschien denk je, ja, ik weet echt niet waar dat ligt. Nou, daarom heb ik een plaatje meegenomen. En op dit plaatje zie je twee rondjes. Het ene rondje lijkt een beetje in de zee te liggen. En dat is het eiland Patmos. Een zwarte rondje is dat. Het eiland Patmos, daar is de apostel Johannes. Die is daar. Die is verbannen daar naartoe. En de Heer Jezus die bezoekt hem. Eerste paasdagmiddag heeft dominee van der Reden over gepreekt. In zijn heerlijkheid en majesteit komt de Heer Jezus naar Johannes op Patmos toe. En die vertelt hem allemaal dingen die hij moet opschrijven. En zo ook zeven brieven aan zeven gemeenten. En de eerste brief is dus aan Efeze. En dat is met dat rode rondje eromheen. Het is de gemeente die het meest dichtbij ligt bij Patmos. Dus die krijgt hem ook het eerst. Het is de gemeente die als eerste te horen krijgt hoe de Heer Jezus denkt over deze gemeente. En daar heb ik ook een plaatje meegenomen om je te helpen waar de Heer Jezus dan onder andere aan denkt. En dat is dit plaatje. Als je dit plaatje bekijkt. Ja, wat is dit? Hoe noem je zoiets? Hoe noem je zo'n ding? Wat je op het plaatje ziet. Als je naar kijkt. Ik zie verschillende kinderen naar hun ouders kijken. Ja, zeg het maar. Een kandelaar, precies. Ik zou de gemeente van Efeze willen typeren als ja, de kandelaar, de kandelaarkerk. Waarom? Omdat het in vers 1 en vers 5, we gaan het zo lezen, dat de Heer Jezus dat beeld van de kandelaar gebruikt. Om aan te duiden dat hij aanwezig is in die gemeente. Maar dat klinkt ook een waarschuwing. Jullie moeten je bekeren, want als jullie niet bekeren, dan neem ik de kandelaar, mijn aanwezigheid, weg. Dat is een heel serieuze preek wordt het vanmorgen dus.
gaat over de Kandelaarkerk in Efeze, in het huidige Turkije. Gemeente, we gaan daarvan lezen. Ik hoop dus een serie te houden, dominee Van der Ree gaf dat al aan, over de 7 brieven. En daarna zal ook een serie gehouden worden in de middagdienst vanaf hoofdstuk 4 door dominee Van der Ree. Het leek me mooi zo op weg naar het convent van zaterdag, op weg naar een spannende synode waarin we, ja, veel meningen van mensen zijn, die zijn misschien ook wel heel goed, maar dat we beseffen dat de Heer Jezus ook een mening heeft. En dat zijn mening over een gemeente veel belangrijker is. En daarom een serie over deze brieven. Leest u mee, Openbaring 2 vanaf vers 1. Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze. Dit zegt hij die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt, die te midden van de 7 gouden kandelaren wandelt. Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding, en weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen, en dat u hen op de proef hebt gesteld, die van zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn, en dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn. En u hebt moeilijkheden verdragen en volharding getoond. Om mijn naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, als u zich niet bekeert. Maar dit hebt u voor, dat u de werken van de Nicolaïten haat, die ook ik haat. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal ik te eten geven van de boom des levens, die midden in het paradijs van God staat. Zover Efeze, de brief aan de gemeente van Efeze, zingen we nu Psalm 63, het eerste en tweede vers.
Na de preek zingen wij Psalm 43, vers 3 en 4. Zend Heer uw licht en waarheid neder. Psalm 43, vers 3 en 4, na de preek. Het thema van de preek is dus de kandelaarkerk in Efeze. De kandelaarkerk in Efeze. Het wordt geschreven aan één gemeente, maar een refrein bij alle zeven brieven is dat het gaat over de gemeenten. Als je aan het einde leest, het laatste vers, dan gaat het over wie oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Dus het gaat over alle gemeenten. En zeven is toch een getal van de volheid. De twee punten vanmorgen. We kijken allereerst naar, er is een overvloed aan liefde voor de waarheid. En vervolgens, er is een tekort aan eerste liefde. Een overvloed aan liefde voor de waarheid. Dan lees ik nog vers 2. Waar de Heer Jezus over deze gemeente zegt. Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding. En weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen. En dat u hen op de proef hebt gesteld die van zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn. En dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn. Dus het is overvloed aan liefde voor de waarheid. Maar ook tekort aan eerste liefde, vers 4. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, u die vanmorgen hier in de kerk aanwezig bent en u die op afstand verbonden bent. Misschien heeft u ook wel eens gehoord van dat verhaal. Dat verhaal van de kerk met de brandende lampen. Het verhaal gaat, en zo moet u het zich ook maar even inbeelden, dat er ergens in Frankrijk een graaf was met veel geld. En die graaf die wilde heel graag een kerk bouwen. Maar niet zo'n hele grote kerk, zo groot was die gemeenschap ook niet. Maar hij wilde heel graag een kerk bouwen daar, redelijk hoog op de heuvel. Dat wilde hij graag financieren. De mensen uit het dorp vonden dat natuurlijk prachtig en prima. Maar hij gaf er wel één voorwaarde bij. Hij zei, die kerk die financier ik, die betaal ik, maar één ding moet er niet bij gebeuren. Er mogen in die kerk geen lampen worden aangebracht. Niet. Dat is natuurlijk wel een beetje opmerkelijk. Waarom wil iemand een kerk bouwen zonder lampen? Heeft die kerk dan hele grote ramen, zodat ja, je geen lampen nodig hebt? Is het dan zo dat ze alleen maar overdag samenkomen of als het lekker weer is? Nee, juist niet. Ze kwamen heel vaak samen in de avond. En toch was de voorwaarde van die graaf, er moet geen lamp in die kerk komen. Waarom dan? Nou, dat kon je zien op een zondagavond. Want alle leden vanuit de kerk die namen dan vanuit hun huis het olielampje mee. En dan zag je zo op die heuvel, zo op afstand, zag je al die mensen met die olielampjes, zag je naar de kerk toe lopen. En met dat er meer en meer mensen in de kerk kwamen, kwamen er ook meer lampjes in de kerk. En werd het zichtbaar in de hele omgeving, dat vanuit die ramen dat licht naar buiten straalde. Ja, de mensen zijn er weer. Nou, dat signaal van je moet samenkomen, als je dan, ja, ik wil niet, ik heb geen zin, ja, dan wordt het licht dus minder. Dan schijnt het licht dus minder in onze omgeving. De graaf wilde dat graag als signaal duidelijk maken. Ik financier de kerk. Maar jullie moeten ervoor zorgen, jullie moeten ernaar staan dat die lampen blijven branden in een donkere omgeving. Ja, dat beeld past denk ik bij de gemeente van Efeze. Want ja, Efeze, die plaats daar in het huidige Turkije, die werd geprezen als de lichtstad. Maar vanuit Bijbels perspectief was het een stad vol duisternis. Kijk, vanuit Rome werd Efeze het licht van Azië genoemd. Vandaar straalt het, heel Azië in. Daar gebeurt het. En Efeze was ook gigantisch groot. Veenendaal heeft nu iets meer dan 69.000 inwoners. Efeze toen de tijd, 300.000 al. Het was een gigantisch handelscentrum. Mensen vanuit het binnenland en van overzee kwamen daar om handelen te drijven. Een gigantisch theater waar 20.000 mensen in kunnen. Ja, 20 keer zoveel als hier in de kerk ongeveer. Gigantisch. Het was een hele grote tempel voor Artemis.
Misschien kent u die geschiedenis wel van Demetrius. Met die zilveren tempeltjes, die werden dan verkocht aan de mensen. Ja, dat was belangrijk, want ja, er was een beeld uit de hemel gevallen. En dat vereerden ze. Dat is ook een stad van occultisme, toverboeken, duivelbezwering. En voor vele mensen in Rome gold Azië dus, gold Efeze dus, als het licht van Azië. Maar in de brief aan Efeze, Efeze 5 vers 8, schrijft Paulus, want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere. Wandel als kinderen van het licht. In die moderne stad, waarin iedereen denkt het is licht, zegt God het is daar duisternis. Maar in die geestelijke duisternis schijnt mijn licht, is daar mijn kandelaar. En die kandelaar, die is een beeld van Gods aanwezigheid. Zoals je in de tabernakel en in de tempel een gouden kandelaar had. Een beeld van Gods licht, van Gods aangezicht dat over je ligt, van Gods aanwezigheid. Zo stond die kandelaar daar. Jezus zegt, zoals in het Oude Testament, in de tabernakel en in de tempel, mijn kandelaar symboliseerde dat ik er was, zo is mijn kandelaar nu in mijn gemeente. Mijn kandelaar schijnt daar. En de Heer Jezus, die is in hoofdstuk 1 verschenen aan Johannes op Patmos. En hij maakt zich daar ook al bekend als degene die wandelt tussen de zeven kandelaren, tussen de zeven gemeenten. En we lezen dus in vers 1 en vers 5 dat hij dat aanhaalt. Dit zegt hij die te midden van de gouden kandelaren wandelt. In vers 5 de waarschuwing. Maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen. Met andere woorden, het beeld van Efeze, van die kerk daar is, het licht schijnt er. Mijn aanwezigheid is er. En ik ben betrokken op de kerk in een duistere periode. Maar er moet iets veranderen, anders dan blijft dat niet zo. En wat zegt de Heer Jezus nou eigenlijk over deze gemeente? Nou, allereerst is iets heel positiefs, want er blijkt een overvloed te zijn aan liefde voor de waarheid. Als ik de eerste verzen lees van deze brief van de Heer Jezus, dan krijg ik de indruk dat het een goed georganiseerde gemeente is. De dingen lopen goed in Efeze. Goed georganiseerd. Het is niet een gemeente van half-half, we zien wel hoe het loopt, maar, zegt vers 2, een gemeente van inspanning en volharding. Ze laten niet zomaar hun kopje zakken. Nee, dat zijn mensen die gaan ervoor, door dik en dun. Prachtig getuigenis, toch? Dat de Heer Jezus kan zeggen, te midden van zo'n wereld die denkt licht te zijn, maar zo donker is als wat, zie ik dat jullie een gemeente zijn die de dingen goed voor elkaar hebben. De kerkenraad neemt leiding, de diaconie neemt de taak op zich, er zijn goede clubs, veel vanzelfsprekend. De Heer Jezus zegt, ik zie het en ik waardeer het. De Heer Jezus die laat dus zijn mening horen. Hoe belangrijk vinden wij dat eigenlijk? Wij kunnen zo ook onze mening hebben over de kerk. Misschien heeft u wel heel bewust in het verleden gekozen voor de Pniokerk, want de Pniokerk is toch. Of misschien hebben uw ouders wel voor de Pniokerk gekozen en zit u er dus hier nu zo. En dan kun je zelf je mening hebben. Ik vind dit, ik vind dat. Wij vinden dat, wij vinden zus. Wat zou Jezus eigenlijk van onze gemeente vinden? Vinden we het eigenlijk wel belangrijk wat de Heer Jezus vindt? Of is het nodig dat we daar ruimte voor creëren in ons hoofd? Kijk, ik denk dat wij de dingen ook best wel heel goed georganiseerd hebben. En ik hoop ook dat de Heer Jezus dat kan zeggen. Jullie zijn een goed georganiseerde gemeente met liefde voor de waarheid. Maar is dat ook zo? Of niet? Wat de Heer Jezus nog meer zegt over deze gemeente, is dat het een gemeente is met inzet voor de waarheid. Theologisch is de gemeente in Efeze goed onderlegd. Ze weten waar ze het over hebben. Kijk er mee in vers 2. En weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen. We gedogen niet zomaar. We knijpen niet een oogje toe. En dat u hen op de proef hebt gesteld, die van zichzelf zeggen dat ze apostelen zijn, maar het niet zijn.
En dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn. Ja, er zijn dus mensen gekomen die zeggen, ja, wij zijn apostelen. En het beeld van een apostel is, dat is iemand die de Heer Jezus nog in levende lijven heeft ontmoet en gehoord. En dus ook met een soort van gezag kan spreken. Ze zeiden dat ze apostelen waren. Maar de gemeente in Efeze die hoorde hen, die zag hen. En die zei, ja, maar we stellen jullie eerst op de proef. We schrijven jullie niet gelijk af, maar we gaan wel eens even goed in gesprek. Ze kregen niet een boek onder hun neus met, oh tjonge, dat is toch echt mooi en nieuw. En dachten, nou, dat is fijn. Maar ze gingen opletten. En ze zagen dat die mensen, dat zij leugenaars waren. Pseudes staat er in het Grieks. Komt een soort pseudo vandaan. Het pseudoniem. Schuilnaam, een naam waarachter je je verschuilt. Fake. Het is namaak. Ze doen alsof. De gemeente in Efeze heeft dat dus door. Maar waar gaat het dan precies om? Wat moesten ze dan ontmaskeren? Nou, in vers 2 en 3 wordt dat niet zo duidelijk als je dat leest. Dan heb je niet gelijk helder van, oh ja, dat is het precies. Maar dan kun je wel naar vers 6 gaan. En daar gaat het over de Nicolaïten. Ik ga daar vanmorgen niet te diep op in. Want dat komt ook nog aan de orde bij de brief aan Pergamus en Thyatira. Maar het is een grote kans dat het te maken heeft met een diaken. In Handelingen 6 lees je namelijk van ene Nicolaus, dat is een diaken. Waarschijnlijk heeft hij er weinig zelf mee te maken. Maar komen die mensen uit zijn naam? En noemen ze zich volgelingen van hem? Wij zijn de Nicolaïten. En wat typeert hun leer dan? Die typeert dat het heel belangrijk is om te weten dat je christen bent. Dat je gelooft in hem. Dat je naar de hemel mag. Maar heilig leven? Strijden tegen je zonden, christelijke levenswandel, op Jezus gaan lijken? Nee hoor. De Nicolaïten die lijken zich heel makkelijk aan te passen aan het hier en nu. Je moet ook relevant zijn voor vandaag. En die lijken daarin behoorlijk ver te gaan. Te ver. En de kerkraad en de gemeente van Efeze hebben het ontdekt en ze wijzen het af. En de Heer Jezus die zegt, dat waardeer ik. Jullie zijn een gemeente met onderscheidingsvermogen. Jullie kennen Gods woord. Jullie stellen op de proef. Ja, dat is dus serieus. Dat is dus niet dat je iemand afschrijft, want die kleur stropdas, nou, dat is niks. Of dat accent waarmee die spreekt, nou, dat is... Nee, onderzoek alle dingen. Behoud het goede. Beproef wat de Heere wel behagelijk is. Er zit bij die Efeziërs zit iets van, wij willen graag serieus nemen wat Gods woord zegt. Wij willen graag serieus nemen wat mensen daarover zeggen. En we willen net als de Bereërs zijn. Om te zien of de dingen zo zijn. Nee, niet met de vuisten erop. Maar met gevouwen handen. Niet met het bijltje erbij neergooien, dat weet ik het ook niet. Maar door je Bijbel erbij te pakken. En de Heer Jezus zegt, jullie hebben liefde voor de waarheid. Dwaalleer, je ontmaskert het. Broeders en zusters, de gemeente van Efeze, dat was zoveel jaren geleden. Dat staat misschien ergens heel ver bij ons vandaan vanmorgen. En toch wandelt de Heer Jezus nog steeds tussen de kandelaren. En wij hebben zo ook onze mogelijkheden. Even swipen, even klikken. En je ziet precies hoe het eraan toe gaat in die evangelische, charismatische gemeente. Even de andere kant op. En je ziet precies hoe die preek klinkt in die behoudende reformatorische kerk. Nog een klik en je zit in die podcast. En een ander klik en je kijkt hoe het gaat bij die christelijke kring. Er is van alles wat aangeboden wordt. Heel veel goeds. Maar de Efeze wordt geprezen omdat ze met onderscheid luisteren. Broeders en zusters, luistert u ook met onderscheid? Of nemen wij alles maar klakkeloos aan? Kijk, het is prachtig wat er over de gemeente gezegd wordt. Ze hangen blijkbaar niet als loszand aan elkaar. Ze zoeken geen spijkers op laag water. Ze veroordelen niet zomaar iemand. Hoe is dat over ons? Want ja, je kunt het natuurlijk hebben over de gemeente in zijn geheel, maar ik dan? Kan de Heer Jezus van mij zeggen
Je bent predikant van de gemeente, maar je sluit inderdaad geen compromis met een semi-christelijke boodschap. Kan de Heer dat van u zeggen? En van jou? Hebben wij liefde voor de waarheid? Of zijn wij een beetje Nicolaïten geworden? Ja, zegt iemand, ik vind dat ook wel heel lastig hoor. Want hoe moet je dat nou onderscheiden? Want ja, dan lijkt God toch echt ergens aan het werk. En moet ik dan zeggen, dat kan niet, want ik vind dat op... Dat is misschien ook lastig. Het komt soms ook aan op volharding. In ieder geval wel voor de gemeente van Efeze. Ja, want de Heer Jezus die zegt dat ze een goed georganiseerde gemeente zijn. Dat het een gemeente is met inzet voor de waarheid, maar ook met volharding voor de waarheid. Waar haal ik dat vandaan? Nou, in vers 3 staat, en u hebt moeilijkheden verdragen. En volharding getoond. Het heeft ze wat mogen kosten. Ja, mag het ons nog wat kosten om in de kerk lid te zijn? En hoe lang heeft dat dan geduurd? Een maand? Een jaar? Persoonlijk denk ik 40 jaar. Waar haal ik dat vandaan? Nou, van Efeze weten we veel. Paulus is daar geweest. We lezen erover in Handelingen 19 en 20. En Paulus die schrijft, die zegt tegen de ouderlingen in Handelingen 20, vers 29 en 30, bij zijn afscheid. Na mijn vertrek zullen er wrede wolven bij u binnenkomen in de gemeente, die de kudde niet sparen. En dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan, die de waarheid verdraaien zullen, om de discipelen weg te trekken achter zich aan. De waarheid zal dus verdraaid worden. Dan praat je over ergens 55, 56, misschien 58 na Christus. En als je dan leest wat Paulus schrijft, is een brief aan die gemeente. Dat is een paar jaar later, rond het jaar 61. Dan valt op dat Paulus heel duidelijk uiteenzet hoe dat nou zit. Wie je in Christus bent, hoe je mag wandelen in zijn liefde en hoe je moet stand houden. En we weten dat Timotheus werkzaam was in Efeze. Dus die brieven die Paulus schrijft aan Timotheus hebben te maken met de context van Efeze. En in 1 Timotheus wordt Timotheus gewezen op dwaalleer. Laat je niet meenemen door de dwaalleer, Timotheus. In 2 Timotheus schrijft Paulus aan hem, blijf dicht bij het woord, Timotheus. Blijf dicht bij God. Want er is dwaalleer. Nou, zo merk je dus dat die dwaalleer, daar waarschuwt Paulus al voor bij zijn afscheid. En je komt dat tegen in die brieven, dat dat een centraal punt is. Maar nu, rond het jaar 95, zo'n 40 jaar daarna dus, kijkt de Heer Jezus naar deze gemeente en zegt hij eigenlijk, mijn complimenten. Jullie hebben liefde voor de waarheid. 40 jaar geleden waarschuwde Paulus jullie ervoor. In brieven zijn jullie aangespoord. Maar dat hebben jullie serieus genomen. Jullie houden daarin vol. Ja, hoe hou je dat vol? In een CGK, in een kerkverband, waarin van alles speelt. Nou, dan zegt vers 3, om mijn naam hebt u zich ingespannen en bent u niet moe geworden. Ja, waarom doen we dat ding eigenlijk? Waarom maken we ergens een punt van? Waarom vinden we iets belangrijk? Waarom zijn we hier vanmorgen? Is dat om mijn naam? Of om zijn naam? Zit er in onze inspanning voor de gemeente, onze betrokkenheid erbij, ons bidden ervoor, zit er ook iets in van, ja, maar dat doe ik voor hem. Voor zijn eer. Kijk, u bent niet moe geworden, zegt Paulus, zegt de Heer Jezus. Wij kunnen wel moe worden. Moe van een synode. Moe van de kerk. Teleurgesteld. En het kan ons zomaar meenemen. Zullen we alstublieft in ons ogenschouw nemen, ook de komende tijd. Om wiens naam gaat het? Om zijn naam, toch? Iemand zegt, ja, maar ik heb er zoveel voor gedaan en het gaat niet. Dan mag u nooit naar de Heer Jezus toe. Want de Heer Jezus die wandelt nog steeds tussen zijn gemeente. En hij ziet wie u bent. Weet wat u moeilijk vindt. En die weet het als u zegt, ja, maar ik deed het toch voor u, Heere. Ja. Hoe houden we het vol? Hoe houd jij het vol?
Zit er in ons spreken iets in van, maar ik doe het voor de Heer. Om zijn naam. Daarom hou ik het vol. Zo wil ik bouwen aan deze gemeente. En dat is niet eenvoudig, ook in Efeze niet. Ik las van een filosoof die schreef: niemand kan in Efeze wonen zonder te wenen over de zedeloosheid. De normloosheid van die stad. Goddeloze stad. En dan vasthouden aan de waarheid. Ingewikkeld. Kijk, er bestaat ook een gevaar. Dat als je heel sterk vasthoudt aan de waarheid, dat dan de liefde overboord gaat. Daar kom ik zo ook wel op. En dan is het voor ons ook belangrijk, voor welke waarheid staan we? Kijk, als het gaat voor mijn waarheid, als het gaat over uw waarheid, dan is dat soms ook gewoon maar een mening. Is het maar een meningje misschien. Klein. Maar laten we in ieder geval staan voor de waarheid. Voor hem die gezegd heeft, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Want dat is van levensbelang. Als we niet meer zien wie Jezus is. Dat hij kwam om te verlossen, om zalig te maken wat verloren is. Als we dat kwijtraken. Als zijn verlossingswerk, zijn opstanding. Als we dat kwijtraken. Wat zijn we dan nog? Het evangelie dat zegt, je moet gered worden. Je bent een zondaar. En dat je dat erkent. Maar dat je ook de belofte krijgt dat wie in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven heeft. Voor die waarheid willen we toch staan. Dat dat blijft klinken. Ook voor de generaties die nog komen. Ik hoop dat de Heer Jezus van ons kan zeggen: ik waardeer jullie. Want er is overvloed aan liefde voor de waarheid in de Pniokerk. Maar er is ook een tekort aan eerste liefde. Zijn we tweede punt. Maar, zegt de Heer Jezus in vers 4, ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Ja, dat heb ik tegen u. Dat is niet zo van, nou, dat vind ik toch wat minder fijn. Nee, dat heb ik tegen u. Ik sta daarin recht tegenover u. Dat u uw eerste liefde hebt verlaten. En ja, toen ik dat nog eens goed las, vond ik het heftig dat de Heer Jezus tegen zijn eigen kerk zei, ik sta tegenover u. Maar dat hij ook dat woord gebruikt, verlaten. Want soms kun je wel eens je sleutel kwijtraken. Dat doe je niet bewust, toch? Het is niet zo dat je dan je sleutel hebt en denkt, weet je, die leg ik hier neer en die verlaat ik, want dan, ja, dan kan ik straks niet fietsen. Nee, toch? Dat doe je per ongeluk. Verlaten is bewust. Opzettelijk. Jullie wisten dit en het gebeurde. Jullie zijn de liefde verlaten. Bewust kwijtgeraakt. De eerste liefde. Wat is dat? Sommige uitleggers denken gelijk aan dat stukje verliefdheid. Hè? Als je op een gegeven moment iemand tegenkomt en er springt een vonk over, dan staat een vuur van verliefdheid. Nou, dat kan op een gegeven moment ook weer zakken. Dan raak je dat kwijt blijkbaar. Nee, maar dat is het punt hier niet. Want er wordt hier het woordje agape gebruikt. Gevende liefde. Het gaat dus om iets anders. Het gaat, zo zou je ook kunnen zeggen, om de hoogste liefde. Die raken ze kwijt. Dus er staat niet dat de broederlijke liefde weg is. Dat er philia, een ander woord in het Grieks, dat er niet is. Maar de gevende liefde, die vooral gebruikt wordt voor de liefde die God geeft in de gemeente, die hebt u verlaten. De liefde van God spreekt niet meer in de gemeente. Bewogenheid van God komt niet meer tot uiting. Heftig. Gemeente, het blijft dus gewoon staan wat de Heer Jezus net zei. Ik waardeer het dat u liefde heeft voor de waarheid. Ik waardeer het dat u theologisch onderlegd bent. Ik waardeer het dat u volhardt daarin. Dat u niet zomaar denkt in die stad van moeten mee. En dan zou je kunnen zeggen, dat is toch liefde? Maar die Jezus zegt, dat blijft helemaal staan. Maar blijkbaar kun je aan de andere kant de liefde kwijtraken. Hoe komt dat? Is het misschien zo gekomen dat ze in Efeze die oproep heel serieus genomen hebben? Hou je vast aan de waarheid. Geen dwaalleer toelaten. En dat ze daarmee allemaal muren gebouwd hebben. Dat ze dingen duidelijk gemaakt hebben. Zo doen we het. Hier staan we voor. En dat daarmee die muren
ook de liefde tegenhouden. Dat dat kwijtgeraakt is. Ja, dan kun je dus complimenten krijgen voor de waarheid. Maar ja, dan blijkt dat de Heer Jezus echt staat achter 1 Korinthe 13. Dan zou ik alle kennis bezitten. Dan zou ik alle talen kunnen spreken. Als ik het geloof had om een berg te verzetten. Al zet ik me in voor de waarheid, jarenlang. Maar ik had de liefde niet. Het was niks. Hieraan zullen ze herkennen dat u mijn discipelen bent. Dat u liefde onder elkaar hebt. Goed georganiseerd. Volhardend in de waarheid. Je kunt blijkbaar niet concluderen aan hoe druk het in de kerk is. Of hoe goed dingen georganiseerd zijn. Of er liefde is. En misschien zijn de mensen in Efeze intussen wel gewend aan die kilte in hun hart. Want ze hebben de muren stevig opgetrokken. Wij staan voor de waarheid. En iedereen die bij de waarheid hoort, hoort bij ons. En zo gaat het nou eenmaal. Dat ze die liefde niet eens meer missen, want ja. Heftig toch. John Bunyan, die schrijft daar een boek over. Of in ieder geval een deel van een boek gaat daarover. Het boek Heilige Oorlog. Dat boek gaat over de stad Mensenziel. Dat symboliseert onze ziel, wie wij zijn als mensen. Die is ingenomen door de vijand. Maar dan komt de prins, de Heer Jezus. En die bevrijdt je stad. En die bevrijdt de stad van de boze. En er is vreugde in de stad Mensenziel. Want ze zijn bevrijd. Er is nieuw leven, er is liefde. Heerlijk. En de stad bruist van vreugde. Maar terwijl de stad bruist van vreugde en dankbaarheid, komt er een verandering. En de verandering is zo dat de vreugde niet meer gaat om wat de prins gedaan heeft, maar dat de vreugde gaat om wat zij hebben. En de prins voelt zich niet meer thuis en die gaat de stad uit. Terwijl de stad nog feest viert. Wat hebben we het goed, we zijn bevrijd, wij leven in de vrijheid. Maar de prins is weg. Jezus weg. Is er misschien iemand die dat vanmorgen herkent? Die zegt, ja, ik ken Gods werk in mijn leven. Ik heb zijn waarheid lief gekregen met heel mijn hart. Maar dat eigenlijk de prins, de liefde van Jezus, er langzamerhand uit weg is. Is dat misschien het geval in uw of jouw leven? Misschien herkent u zich dan in dit gedicht. De drukte van het leven trok mij met zich mee. De liefde die vervaagde. De passie die verdween. Ik was u niet vergeten, maar ik nam niet echt de tijd meer om in uw woord te lezen. Bij u te zijn, o Heer. Herstel dan mijn eerste liefde die ik ooit had voor u. Want ik wil van u houden, veel meer dan nu. Ja, hoe krijg je dat terug? Hoe krijg je die liefde nou terug? En dan noemt de schrijver drie dingen. Bedenk, bekeer, doe. Bedenk. Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Ja, blijkbaar moeten ze daar naar kijken. Denk eens terug. Wat heeft er nou voor gezorgd dat je van die hoogte gevallen bent? Kijk eens waar je eerst stond. En kijk eens waar je nu staat. Nou, doet u dat ook mee? Denk eens waar je eerst stond. En waar sta je nu? Bent u misschien ook van een grote hoogte gevallen? Wat op onze telefoon laat ons vallen? Wat op ons werk laat ons naar beneden kijken? Wat houdt ons ervan af? Bedenk van wat voor hoogte je gevallen bent. Bekeer je. Staat daar het woord metanoia. Dat betekent verandering van denken. Niet zomaar eventjes een pleistertje plakken. Maar je moet anders leren denken. Leren denken vanuit die liefde. Je moet leren losbreken uit een patroon. 180 graden de andere kant op. En wat is dat dan? Ik denk dat dit is. Het gaat hier over de eerste liefde. En de eerste liefde is dus volgens mij niet die liefde, het gevoel van verliefdheid wat je aan het begin kan hebben. Niet per se dat je dat moet gaan oproepen of terug gaan halen. Maar de eerste liefde is toch dat wat hij aan ons wil geven. Toch? Wij zeggen toch met de Bijbel mee.
wij hebben u lief omdat u ons eerst hebt lief gehad. Als wij ons bekeren, anders gaan doen, dan is dat dus niet allereerst, maar nu moet ik heel veel liefde gaan geven. Maar dan mag ik terug naar de allereerste, naar de allerhoogste liefde die er is. En is dat niet dat we mogen naar de Heer Jezus Christus? Dat we mogen zien hoe Hij zijn liefde voor ons gegeven heeft. Dat Hij nu aan de rechterhand van zijn Vader voor ons bidt en pleit. Voor mensen die struggelen, die soms een slechte kerk zijn. Dat wij gaan naar zijn liefde en dat we bij hem komen en zeggen, Heere, hier ben ik. Ik moet me bekeren. Ik ben gevallen. Ik ben uw liefde kwijtgeraakt. Ja, ik ben zo iemand van de waarheid. Ik ben zo iemand die die kant op gaat. Heer, hier kom ik. Wilt u mij dan vanmorgen vullen met uw liefde? Wilt u mij Jezus weer laten zien? En geef dat mijn hart zal vervullen. Laten we ons daarnaar bekeren. Ja, en doe. Doe de eerste werken. Wat dat precies betekent hier in dit gedeelte, het wordt niet helemaal duidelijk. Maar ik denk dat het alles te maken heeft met die eerste liefde. De eerste liefde werken. Met andere woorden, laat die eerste liefde van de Heer weer eens gewoon op je afkomen. Laat dat nou eens je hart vervullen. En doe dan je werk. Laat dat nou doorkomen in hoe je praat. Laat die liefde doorwerken in waar je voor staat. Laat die liefde doorwerken in waar je naartoe gaat. Laat die liefde verder gaan in wat je doet en wat je laat. Laat die liefde zijn kracht uitoefenen in dat waar je een punt van maakt. En vers 6 valt me in dit kader toch ook wel weer op. Terwijl de Heer aan het begin duidelijk maakt, je hebt liefde voor de waarheid en die eerste liefde zijn jullie kwijt. Komt hij dan in vers 6 met die Nicolaïten. Waarom is dat? Nou, volgens mij heeft dat alles te maken met een gevaar. Want voor ons zijn waarheid en liefde twee polen. En heel makkelijk wordt, net als hier in Efeze, wordt de waarheid hoog geheven en met dat deze omhoog gaat, gaat die naar beneden. Gaat de liefde zakt. Maar nu ze dus de opdracht krijgen, de liefde moet meer, dan bestaat de kans dat dit gebeurt. En dan zegt de Heer Jezus als het ware ter voorkoming daarvan, maar het werk van de Nicolaïten, dat haat ik. Dus ga niet om de liefde wil dat dan maar goed praten. En zo, ik denk dat we allemaal zoals we hier zitten die twee pijlers ergens herkennen. De pijler van waarheid, van duidelijkheid, van rechtvaardigheid, van de inhoud. En ook de pijler van de liefde. En de een is misschien meer gevoelig om alles met de mantel van de liefde te bedekken. En de ander is vooral van de waarheid. En als u misschien zo bent en iemand anders is dan zo, wat een zegen dat jullie met elkaar in de gemeente zitten. Want dan houden we elkaar in evenwicht. Het is in ieder geval niet om het even wat we ermee doen. Want de Heer Jezus zegt tegen deze gemeente, bekeer je. Maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u. Ik ben onderweg. Ik kom er bijna aan. En zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen als u zich niet bekeert. Voor de Heer Jezus is dit serieus. Dan neem ik de kandelaar weg. Dan zijn jullie nog kerk, maar ik ben niet meer aanwezig. Dan is er geen kerk met de brandende lampen meer in Efeze en in Veenendaal. Wie overwint, hem zal ik te eten geven van de boom des levens die midden in het paradijs van God staat. Ja, wie overwint, dat is een participium. Blijvend overwinnen. Ja, jullie hebben de waarheid overwonnen. De leugen hebben jullie aan de kant gezet. Houd daaraan vast. Maar wees ook strijdend in de liefde. Strijd ervoor dat die eerste liefde bij je binnenkomt. Strijd daarvoor. Doe dat. Want wie overwint, die mag eten van de boom des levens. Kijk, dat is natuurlijk een prachtig beeld. Als je het hebt over die kandelaar. Dat is een beeld van Gods aanwezigheid in de tabernakel en de tempel. Maar het is in gebrokenheid. De boom des levens, dat is het paradijs. Daar is het volmaakt. Met andere woorden, laat mijn kandelaar, mijn aanwezigheid nu in jullie midden zijn. In beperktheid. Want dan gaat het heen naar dat volmaakte dat je echt bij mij mag zijn.
En voor de gemeente in Efeze sprak dit beeld helemaal. Er zijn munten gevonden uit die omgeving, met daarop de Artemisboom erop. En die stond in een hof, die Artemisboom. En die hof die werd het Paradijos genoemd. Het paradijs. En die hof van Artemis met die Artemisboom, het paradijs, dat was een hof, het hoofdkwartier van prostitutie en wereldgenot. En de Heer Jezus die zegt, ga nou niet voor die Artemisboom, maar voor de boom des levens. Ga niet voor het aardse paradijs, maar het hemelse paradijs. Ja, wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Zo zagen we de kandelaarkerk in Efeze. Een overvloed aan liefde voor de waarheid. Een tekort aan eerste liefde. Tot slot. Hoe is het afgelopen met deze gemeente? Misschien denk je al snel, allemaal ruïnes daar. Dus het is slecht gelopen. Er is niet eens een andere stad meer gebouwd. De kandelaar is er niet meer. Toch is dat een te snelle conclusie. Want er is een brief bekend van een kerkvader Ignatius, zo'n 60, 70 jaar hierna. En in die brief geeft hij een goed getuigenis van deze gemeente. En honderden jaren heeft er een gemeente bestaan, daar in Efeze. Blijkbaar hebben ze zich bekeerd. Ja, dan besef ik, Heer, wat een voorrecht is het om in die liefde van u te gaan. Om als gemeente schouder aan schouder in uw wijngaard te staan. Om samen u te dienen, te zien wie u bent. En uw woord maakt dan ons allemaal, uw wegen bekend. Dan vraag ik me soms af, hoe lang zal ons kerkverband nog bestaan? Hoe lang zal onze gemeente bestaan? Dan richt ik me tot hem. En zeg ik, Heere, zend Heer uw licht en uw waarheid, maar neder, dan is het goed. Amen.
Zullen we in ons gebed tot God gaan? Heere, onze God, wij zoeken uw aangezicht. En het woord van u op ons in laten werken. U heeft de verkondiging gehoord. En u weet, Heere, wat dat bij ons van binnen doet. Wij bidden u, Heere, geef ons liefde voor de waarheid. Geef ons helderheid en duidelijkheid en inzicht in wat daar niet bij hoort. In wat hoofdzaken zijn, in wat bijzaken zijn. Heere, u weet hoe dat soms lastig kan zijn. Maar wilt u ons als gemeente, als kerkraad, daarin leiden? We zoeken met de vermogens die we hebben te doen wat goed is daarin. Wilt u ons daarbij helpen? Heere, bewaar ons ervoor dat wij die eerste liefde van u verlaten. En als we die liefde van u verlaten hebben, Heere, wilt u het ons vergeven. En wij strekken ons daarom uit tot u. Kleine, nietige, zondige mensen. Vul ons met uw liefde, Heere. En geef dat wij allen, van harte, jong en oud, hier in de kerk en op afstand, mogen zeggen, we hebben u lief, omdat u ons eerst hebt lief gehad. Ja, we danken u dat u deze wereld lief heeft, Heere. Deze wereld waarin zoveel kapot is, zoveel duisternis is. Deze wereld waarin ook in de kerk zoveel niet gaat zoals het zou moeten. Maar u werkt toch ook dwars door de gebrokenheid heen, Heere. Wilt u ons helpen om uw agape-liefde te ontvangen. Om die gevende liefde ook door te geven. Geef ons wijsheid en inzicht. Help ons om elkaar vast te houden. En geef dat wij zo een stad op een berg zijn. En dat het licht zo mag schijnen. Helder en duidelijk. Ook naar de wereld om ons heen. Neem uw kandelaar niet weg, Heere. Uit Nederland. Uit Veenendaal. Uit onze Pniokerk. Uit onze levens. Geef dat de vorst van de duisternis toch terrein verliest. En help ons om vol te houden op weg naar die heerlijke toekomst. Dat we u mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Geef dat niemand dan er buiten zal staan. Maar dat we er allemaal bij mogen horen. En u mogen zien voor eeuwig. In heerlijkheid. Verlost van alle mogelijkheden tot zonde en alle neigingen. Heer onze God, wij bidden u voor een ieder die taken heeft in de kerk wereldwijd. Soms is dat op een eenzame post, Heere, waar iemand evangelisatiewerk doet of zendingswerk, of waar iemand leider is van een gemeente in bijvoorbeeld Afrika. Er zijn veel verantwoordelijkheden op de schouders van één iemand rust, wat één iemand maar is opgeleid. We bidden u, Heere, om de uitbreiding van uw koninkrijk, om wijsheid, om het werk van uw geest. Niet om meer verdeeldheid, maar juist om meer verbinding. Heere, het is uw kerk. Wij organiseren onze gemeente ook heel wat. En daar zijn we ontzettend dankbaar voor. We zoeken naar wegen om het evangelie bekend te maken en door te geven. Dat doen we in onze traditie, met onze mogelijkheden. We bidden u om uw zegen daarover. We bidden u om nieuwe mogelijkheden. Om het werk van uw geest. Op wat mensen u gaan zoeken en vinden. Heere, zegent u daartoe uw dienaren over deze hele aarde. En roept u ook mensen, Heere. De velden zijn toch wit om te oogsten. Roept u mensen. Zendt u mensen in uw dienst. En zegent u zo ook het werk in de CGK als kerkverband. Ook als we vorige week mochten gedenken dat de predikant is overleden, dominee Kwant. En ook afgelopen week is de predikant overleden met Procé. Heere, zo zijn we allemaal sterfelijke mensen. Maar u bent de eeuwige God en daarom kijken we op naar u. Geef ons verder een goede zondag. Geef ook vanmiddag een goede dienst als dominee Van der Reen mag voorgaan. Zegent u ons in de taken, in de plekken waar u ons roept en zendt. Tot uw eer, Heere. Om Jezus wil. Amen. We mogen onze gaven geven voor de Heer en zijn dienst. En daarna zingen we zo mogelijk staande Psalm 97, vers 7. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht.
ontvangt u binnen de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.